In Azenwijn en omgeving waren er vroeger nogal wat tradities rondom een voorgenomen huwelijk. Zo werd de aanstaande bruid die het dorp ging verlaten het dorp uitgeschoten. Nou, jongens begonnen dan met schieten op een flinke afstand en kwamen steeds dichter bij het huis van de bruid. Om uiteindelijk voor elkaar te krijgen dat ze uitgenodigd werden voor een borrel en wat lekkers. Meneer Hettelaar, heeft u dat ook ooit gedaan, dat carbietschieten, dat uitschieten van een bruid? Heel, heel vaak gedaan, ja. Ja? Ja, dat was heel leuk werk. En een andere traditie was dat als er een bruid ging trouwen, dat er dan een pop geplaatst werd bij de heel mooi gezegd oude vrijer van de bruid, toch? Ja, de oude vrijer die er met gegaan had, met haar meisje en had dat haar meisje dan met een ander ging trouwen, dan kreeg hij in plaats van dat meisje, kreeg hij een pop. En wat was daar het idee achter dan? En dat was het idee achter dan die je in het hele dorp met zo'n bulletin uh, wij op met uh, alle vrienden. Ja. Wat hij allemaal, welke vriendinnetjes had hij allemaal al gehad had in zijn leven. En uh, toen deden we hem, uh, ja dat is meer leek, leedvermaak. En dan was het altijd, uh, midden in de nacht had die pop, die zetten wij heel hoog ergens neer. Dat hij hem niet weg kon halen, want hij lag natuurlijk ook op de loer. En dan deden we die, die, die brief, in alle gezinnen kregen in de bus, s'nachts een brief, het hele dorp. Daar waren we wel een paar uur mee druk om rond te brengen, al die brieven. Dus eigenlijk liggen hier een aantal voorbeelden. Eigenlijk ja. kon het hele dorp meegenieten. Heel het hele dorp kon meegenieten. Van als... wat, die ja, wat die ex allemaal gedaan had. Ja, wat die ex allemaal gedaan had. U heeft een voorbeeldje meegenomen. Wilt u er een stukje uit voorlezen? Ik ben wel nieuwsgierig. Ja, deze is uh, van mijn beste kameraad van Marine Schoenmaker. Als kleuter ging hij al met Ellie Honton. Men vond hem terug in Klein-Azerwijnse Sloten. Dat heeft hij van. Tot vandaag volgehouden, zonder dat hij dacht aan trouwen. Als nozen liep hij met Mintje de lange te vrijen, doch ook dat kon hem niet verblijden. Toen hetelaar had hem in het smotje, wanneer hij met haar zat in het varkenschotje. Hij wilde graag met Marietje Kok verkeren, maar dat kind wilde zo graag voor nonnetje leren. Op zeker dag werd Marienus serieus, hij had zeker geen slechte keus. Die winters had hij uitverkoren. Marines had zijn hart totaal verloren. Marines mocht haar mee naar huis nemen. en baatte niet, ze nam de benen. Hij raakte ze helaas weer kwijt. In het kengstke bij winters heeft hij geschreid. <laughs> ja. Maar dan zaten jullie dus met een groep vrienden, vrienden daar een avond op te broedelen. Ja, of zo, dan denk. zaten wij een paar avonden om van alles wat hij meegemaakt had, deden we allemaal opschrijven. Ja, heel mooi. Nou, wordt het eigenlijk nog gedaan? Nee, nou, op het moment wat tenminste had ik weet in Hazen wordt het niet meer gedaan, nee. Nou, misschien moeten we het onze taak maken om het dan op Facebook weer populair te ja, maken. Ja, dus. misschien dat dat wel weer lukt. Want nou, ik wordt er wel veel poppen gezet, want dan gaan er wel wat scheiden tegenwoordig. Die bent niet mijn vriend Ja.